Goedemiddag. Ik wil eerst ingaan op de actuele situatie in Oekraïne. De oorlog in Oekraïne is nu ruim 2 weken gaande. En vrijwel dagelijks worden we geconfronteerd met schrijnende beelden van bominslagen op woongebouwen en ziekenhuizen. Vertwijfelde burgers die op de vlucht zijn voor het oorlogsgeweld. We moeten deze Russische agressie een halt toeroepen. In de eerste plaats omdat het een brutale aanval is op het Oekraïnse volk. Maar ook omdat het een directe bedreiging vormt voor de veiligheid en de stabiliteit op het Europees continent. De Europese Unie heeft ongekend strenge en snelle sancties ingesteld. En in NAVO-verband versterken we in hoog tempo onze paraatheid. Het is onvermijdelijk dat we ook in Nederland de gevolgen van deze oorlog zullen ondervinden. Bijvoorbeeld door de verwelkoming van de komst van Oekraïners die hals over kop huis en haard moeten verlaten. We moeten als Nederland en als Europa een helpende hand bieden aan al die Oekraïners die op de vlucht zijn geslagen. Daarom hebben wij de afgelopen dinsdag besloten de crisisstructuur op te tuigen voor de opvang van Oekraïnse vluchtelingen. Er wordt hard aan gewerkt samen met de regio's. Dan energieprijzen en koopkracht. De cijfers van het Centraal Planbureau bevestigen dat de gruwelijke oorlog in Oekraïne een groot impact zal hebben op de Nederlandse economie. Onze koopkracht staat onder druk. Dat moeten we met elkaar onder ogen zien. Het kabinet begrijpt de zorgen van mensen rondom de oplopende inflatie ontzettend goed. En we houden hier de effecten van nauwlettend in de gaten. Afgelopen najaar heeft het vorige kabinet al besloten tot een directe verlaging van de energiebelasting in 2022 van in totaal 3,2 miljard euro. Daarnaast heeft het kabinet extra middelen ingezet voor huishoudens die het meest in de knel komen door deze prijsstijgingen, door het introduceren van een eenmalige energietoeslag door gemeenten. Sindsdien zijn de energieprijzen echter verder gestegen. Dit raakt veel huishoudens fors. Het is vanwege de oorlog in Oekraïne echter een illusie, helaas, om te denken dat er voor iedereen nog een positief koopkrachtbeeld uit zal komen. We gaan de gevolgen van de oorlog echt allemaal voelen. Wel willen we die gevolgen zo goed mogelijk dempen. Daarom hebben we de afgelopen periode intensief onderzocht welke maatregelen er nog mogelijk zijn om de situatie voor lage en middeninkomens nog dit jaar te verlichten. Zij worden immers het hardst geraakt door deze crisis. En concreet hebben we, zoals u weet, besloten om de gemeentelijke regeling voor een energietegemoetkoming verder te verruimen. Daarnaast passen we de BTW op energie aan en de accijns op diesel en benzine. Dit is wat we op de korte termijn nog hebben kunnen realiseren. Maar we zijn ons ervan bewust dat we de effecten van de stijgende energierekening niet voor iedereen kunnen compenseren. Het is ook niet eenvoudig om in een lopend begrotingsjaar dit soort wijzigingen door te voeren, maar buitengewone tijden vragen nu eenmaal om buitengewone maatregelen. Over de koopkrachtbesluitvorming voor 2023 en de overige lasten- en uitgavenbesluitvorming zullen we de komende weken verder praten in het kabinet. En hierover zal het kabinet, net als elk jaar, uiterlijk 1 juni bij de voorjaarsnota communiceren. In laatste punt, de gemeenteraadsverkiezingen. Komende week staan in 334 gemeenten de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur. Stemmen is een democratisch recht. En ik hoop echt, namens het hele kabinet, dat veel mensen daar gebruik van zullen maken. Daar is ook alle gelegenheid voor. Bij deze verkiezingen kunnen kiezers wederom stemmen 2 dagen voorafgaand aan de dag van de eigenlijke stemming. Dus vanaf maandag 14 maart tot en met woensdag 16 maart. En nogmaals, juist in deze tijd is het belangrijk gebruik te maken van uw recht om te stemmen. Democratie lijkt zo vanzelfsprekend, maar het is het allerminst. Veel dank. Eerste vraag, NOS en dan RTL. Minister Kaag, minister Schouten had het zojuist over, het is niet meer dan pijnverlichting die we kunnen doen. Is dat niet toch een bittere boodschap voor gezinnen wie het water al aan de lippen staat? Het is een hele moeilijke boodschap. Het is ook een eerlijke boodschap. We hebben echt deze weken gezocht op welke manier we inderdaad de uit de pan reizende energieprijzen met name nog kunnen dempen. En ik denk dat premier Rutte ook eerder deze week en de weken daarvoor hebben wij alle gecommuniceerd dat we niet het collectieve welvaartsverlies wat we zullen lijden kunnen compenseren. We hebben natuurlijk altijd oog voor de meest kwetsbaren en met name de minima. Maar ik denk dat mevrouw Schouten, minister Schouten ook terecht heeft benoemd dat we niet alle pijn kunnen wegnemen. Dat dat hoog op de agenda staat, dat zal het natuurlijk blijven. Ja, maar het gaat me juist om die gezinnen die
nu al nauwelijks rondkomen. Is het niet mogelijk om juist voor die mensen ja, het niet meer, iets meer te doen in de zin van niet het dempen van de pijn, maar op zijn minst voor zorgen dat het er niet erger op wordt? Zoals ik zei, we hebben deze uitzonderlijke maatregel kunnen nemen. Het is heel ongebruikelijk in een lopend begrotingsjaar dat je dat überhaupt doet. Het pakket aan maatregelen dat door het demissionair kabinet nog was genomen om ook de energieprijzen, de kosten daarvan te verlichten, komt naast het pakket wat we vandaag hebben aangekondigd. In de voorjaarsbesluitvorming zullen we natuurlijk ook moeten kijken hoe de situatie zich in Oekraïne met de macro-economische gevolgen zich zullen ontwikkelen. En in deze weken zullen we alles moeten wegen. Maar ik kan hier absoluut geen belofte doen en ook geen doorkijk geven, omdat we leven met de zekerheid van enorme onzekerheid en wellicht nog veel zwaardere economische gevolgen. Ja. We zullen met z'n allen de rekening moeten betalen, maar juist die mensen die nu al met een minimuminkomen rond moeten komen. Dit kabinet heeft niet voor niks een minister van armoedebeleid aangesteld, met als doel die armoede te verminderen. Maar nu zien we het omgekeerde. Wat we nu zien natuurlijk zijn sowieso enorm hoge prijzen op de energierekening. Dat was al het geval. Het herstel van corona zorgde ook natuurlijk al voor die prijstriggers, om het zo maar te noemen. En de oorlog in Oekraïne, de gevolgen daarvan zijn niet te voorspellen. Het gevolg van de oorlog, maar het verloop van de oorlog, maar vooral ook macro-economische impact op Europa. Wat we nu moeten doen natuurlijk, ook in aanloop en de start van de gesprekken over de prioriteiten van de verschillende ministers, is wat moeten we nu doen, wat kunnen we nog doen en hoe slecht wordt het beeld. En daarmee zullen we binnen de middelen die we hebben, zullen we moeten kijken wat er mogelijk is. Maar ik begrijp heel goed uw vraag en met name de zorgen van mensen die al niet konden rondkomen en die het gevoel hebben dat ze buiten de boot dreigen te vallen of in een schuldenval dreigen te raken. En dat gesprek, dat voeren we natuurlijk ook binnen het kabinet, maar de komende periode. Nu hebben we alle middelen beschikbaar gemaakt die we nog beschikbaar konden stellen. Etienne, was het over hetzelfde onderwerp? Zeker. Mevrouw Kaag, u zei vorige week nog dat de huidige situatie geen reden was om het regeerakkoord open te breken. Maar dat doet het kabinet nu toch wel? Want inkomsten meevallers worden nu voor uitgaven gebruikt. En dat was niet de bedoeling. De begrotingsregels die hebben we nog steeds met elkaar opgesteld. Daar houden we aan. Het is een belangrijk kader, ook in hele moeilijke tijden, om te kijken hoe je uitgaven en inkomsten echt met elkaar overeind houdt. Maar we hebben ook gezegd, en dat heeft u volgens mij van mijn collega's vandaag ook gehoord, uitzonderlijke tijden vraagt om uitzonderlijke keuzes. Dat hebben we nu gedaan. Maar we hebben er wel voor gezorgd dat er een dekking is, want we hebben door deze hele slechte situatie in Europa en de druk op de energiemarkt, hebben we ook onverwachte gasbaten gehad. Maar dat het bij een uitzondering moet blijven, dat zeg ik als minister van Financiën, dat is ook duidelijk. Maar wel duidelijk in deze uitzonderlijke situatie de begrotingsregels zoals afgesproken in het regeerakkoord even loslaten. Nee. We gaan het gesprek bij de voorjaarsnota voortzetten. Dan gaan we kijken natuurlijk naar de doorrekening van het CPB. We gaan kijken naar de meevallers en ook de tegenvallers. Er zijn meer tegenvallers dan meevallers. En sommige meevallers wil je eigenlijk niet hebben, zoals nu bijvoorbeeld additionele gasbaten. We gaan kijken hoe we dat in gaan zetten. We hebben natuurlijk ook de motie die is aangenomen in de Kamer om veel meer te investeren in defensie. Dat is een breed gedeelde politieke wens. En ik denk ook vanuit de samenleving. Het is ook noodzakelijk. We zullen ook moeten kijken hoe het macro-economisch beeld er verder voor staat. We leven met hele hoge inflatie. Maar dat is gebruikelijk. We moeten nu handelen naar de omstandigheden die we hebben. En dat gaan we doen als kabinet in goed overleg met elkaar. Maar u gebruikt nu toch inkomsten meevallers voor uitgaven? Dat hebben we ook benoemd en dat het een uitzonderlijk besluit is. Maar om dan tot de conclusie te komen dat we alles overboord zetten, daar zeg ik nee op. We hebben juist ook vandaag weer met elkaar vastgesteld hoe we het politiek overleg in voorbereiding op de voorjaarsbesluitvorming, hoe we dat met elkaar zullen aangaan en afronden. Eerder is ook steeds gezegd, we kijken vooral naar de mensen die het hardst getroffen worden, de lage inkomens. Daar gebeurt ook wel heel veel. Maar accijnsverlaging, ja, daar profiteren ook hele hoge inkomens van. Mensen met hele grote benzineslurpende auto's.
Het is correct. We hebben gekeken naar wat we kunnen doen om de pijn te verzachten voor de lage inkomens, de mensen die nauwelijks rond kunnen komen. De verlaging op de energierekening van de BTW, daar heeft inderdaad, moet iedereen baat bij hebben. En de verlaging van de accijns is niet per se inderdaad waar de mensen die met de minima kunnen rondkomen mee vooruitkomen. Dit is een breed pakket aan maatregelen. Dus snap ik best dat je niet met je loonstrookje naar de benzinepomp kunt gaan en dat je dat niet heel specifiek kunt richten. Maar waren er toch niet meer gerichte maatregelen mogelijk geweest? Want veel economen zeggen ook, ja, dit is schieten met grof geschut op iedereen. Ja, ik begrijp die opmerking. Maar zoals ik eerder zei, zoals u ook weet, is er nog heel weinig mogelijk in een lopend begrotingsjaar. En dit waren na heel veel kijken en onderzoeken, we zijn er echt wel een tijdje mee bezig, waren dit de enige paar knoppen waaraan we nog konden draaien. En zo hebben we dat besluit genomen. Dit pakket dat er nu ligt, is dat het? Of kan het zo zijn dat gezien de omstandigheden er toch nog meer compensatie komt? Nou, we zitten denk ik in een tweespalt hier. We zijn natuurlijk als samenleving keken we allemaal uit naar het herstel na corona. De Oekraïne, de crisis, de oorlog heeft een enorme dreun toegebracht. Maar tegelijkertijd zullen we nu ook echt wel weer moeten gaan kijken hoe we de begrotingsregels toepassen. Want de buffers die we eerder hadden toen we de coronacrisis aangingen, ja, die zijn er niet meer. En we weten nog niet wat er op ons af gaat komen. Dus ik kan niet een uitspraak doen dat er nog meer komt. Het enige wat we wel weten is dat ik me zorgen maak met het hele kabinet over de komende maanden, de komende periode, vanwege de grote onzekerheden en de mogelijke tegenslagen die we nog met z'n allen moeten opvangen. SBS. Ja, mevrouw Kaag, een vraag over die accijnsverlaging op benzine en diesel. Dat is geen 1 april grap, hè? Nee, ik denk een beetje flauw, maar ik denk vraag er toch maar even naar, omdat het zo ontzettend weinig is. Vorige week was de benzineprijs €2,31. Vandaag €2,49. Dus die accijnsverlaging is nog niet eens genoeg om onder de prijs van vorige week uit te komen. Is het een compensatie voor de bühne? Het is een oprechte poging van dit kabinet om nog te roeien met de riemen die we hebben. En zoals ik al eerder zei, het is niet gebruikelijk, bijna ook onmogelijk, zelfs al zou je het willen, om nog heel veel middelen te vinden of aan knoppen te draaien in een lopend begrotingsjaar. Dat is volgens mij ook al echt goed uitgelegd door zowel de staatssecretaris Fiscaliteit, Marnix van Rij en minister van Sociale Zaken. Dit is wat er mogelijk was. Ik begrijp heel goed dat het gevoel is dat het niet genoeg is als je kijkt naar de stijgende prijzen, als je aan de pomp staat, dat je denkt van ja, is dit genoeg? Dit is wat er mogelijk was. En als hoeder van de schatkist zult u van mij ook verwachten, en ik denk dat veel mensen dat ook begrijpen, dat we ook moeten kijken, moeten anticiperen wat er eventueel nog gaat komen. En dat we daar ook heel voorzichtig mee om moeten gaan. Maar dit is wat er mogelijk was. En wat vindt u ervan? Want dit gaat toch niet het verschil maken voor mensen aan de pomp? Ik ben, als ik een stapje terugneem, ben ik sowieso op een sobere manier ben ik blij dat we al iets meer hebben kunnen doen voor de mensen met een laag inkomen. We beseffen allemaal dat het absoluut niet voldoende is tegenover de grote druk op hun portemonnee. En tegelijkertijd voor de mensen aan de pomp begrijp ik ook, als je kijkt naar de accijnsverlaging, dat het verre van een compensatie is. Maar we hebben stelselmatig deze laatste weken, ook premier Rutte, nog deze week gezegd dat we niet alles kunnen compenseren. En dat is een hard gelag. Dat begrijp ik. Het is een hard gelag. Maar het is ook een verhaal wat wij als overheid, als kabinet in het nu en richting de midden tot lange termijn moeten vertellen. Ja, u zegt dit is dus verre van een compensatie. Dan krijg ik toch ook wel een beetje het gevoel dat het voor de bühne is. U zult het mij niet, het woord compensatie hoort u mij niet gebruiken. Wij zeggen dat we de effecten proberen te dempen. En het is een belangrijk moment. Het is natuurlijk ook zo dat we in afwachting van de cijfers van het Centraal Planbureau met de doorrekening, die nog echt niet helemaal in kaart heeft kunnen brengen, dat zegt het Centraal Planbureau natuurlijk ook, wat de mogelijke gevolgen nog kunnen zijn van de Oekraïne-crisis. Dus dat we een partieel beeld hebben, dat we op basis van die cijfers en al met voorbereidend werk onder de collega's en mijzelf hebben gekeken wat er nog kan. En dit is een poging om de middelen die we nog kunnen inzetten om het effect te dempen. Volkskrant, dan gaan we tenminste over dezelfde onderwerpen, want dan wil ik dan even
Al hetzelfde onderwerp gehoord dus ook. Gas. Ja, oké. Okay. Volskrant. Ja, ik wil even weten of u al een raming heeft van de gasbaten dit jaar. Want dat moet een deel, of het grootste deel van de dekking opleveren voor deze nieuwe uitgaven, begrijp ik. Dus dat zou dan, als ik het goed begrijp, want je hebt nog dat reservepotje, maar dat moet dan minstens 2,4 miljard zijn. De gasbaten, de extra gasbaten. Ja. Dus, Ik heb geen definitieve raming. We hebben ook geanticipeerde gelden naar voren gehaald. Maar dat antwoord, dat moet ik u schuldig blijven, want ik heb deze details niet bij. Maar dat hebben we nu ook nog niet. Dat gaan we de komende weken met elkaar vaststellen. Maar als het nou te weinig is, want op zich wordt er niet heel veel gas meer gewonnen. Ietsje extra voor Duitsland, maar weet u wel zeker dat het... U weet dus niet zeker of het genoeg is. Dus dan, en waar haal je dan de extra dekking vandaan? We hebben de dekking vanuit de Brexit Adjustment Reserve gehaald, van gelden die niet meer waren geallockeerd, dus daar was geen doel voor. En uit de additionele inkomsten uit de gasverkoop. Maar wat het verschil is, dat wij daar de dekking hebben geregeld. En verder kijken we natuurlijk nu, juist deze komende weken, stellen we met elkaar vast wat de tegenvallers nog zijn. U bent al bekend met het herstelfonds bijvoorbeeld van de EU, daar komt minder geld door binnen. En dat gaan we nu allemaal met elkaar in kaart brengen en daar wordt de Kamer ook over geïnformeerd. Dus het kan zijn dat er toch nog een deel op de staatsschuld wordt verhaald van deze kosten? Dat is niet de bedoeling. Oké. Okay. Nog één andere vraag. De vier grote steden hebben vanochtend, eigenlijk voordat jullie dit bekend maakten, maar die wisten het kennelijk al, gezegd dat het niet genoeg is. Dat minstens 100 of minstens 1000 euro nodig is om de minima voldoende te helpen. Omdat sommige bijstandsgerechtigden of andere huishoudens op bijstandsniveau wel 300 euro extra per maand gaan betalen. Is het nog mogelijk dat je daar toch nog wat extra's voor doet, want die mensen dan misschien gewoon in schulden raken of de huur niet meer kunnen betalen? Is dat natuurlijk ook een drama? Nou, ik begrijp de oproep uit de grote steden en ik denk dat iedereen onderkent en erkent hoe groot de problemen voor veel mensen die van een minimum inkomen moeten rondkomen of toelages, dat gewoon ontzettend lastig wordt en dat er ook een... Ik noemde dat al eerder in een antwoord op de vraag van de heer Wester, het risico van een schuldenval. Natuurlijk maken we ons daar grote zorgen over en we zullen ook de komende periode moeten kijken. Maar op dit moment, dat heb ik ook al gezegd, kunnen wij geen beloftes doen. We hebben de verlaging voor de energiekosten is natuurlijk al op de energiebelasting is van 200 naar 800 euro gegaan. Dat is best wel een forse stap. Ik begrijp ook dat het voor veel mensen nog niet genoeg is. Daarom spreken wij ook niet van compensatie, maar het proberen te dempen van de ergste effecten in feite. Daar komt het op dit moment op neer. En u zult ook begrijpen dat de situatie... We leven in een onbekende... In een periode van grote onbekendheid en grote ongewisheid. En wij moeten natuurlijk nog met meer gegevens gaan werken, maar het zal niet makkelijk worden. We weten ook echt niet hoe we er economisch voor gaan staan. Oké, nog één vraag. De BTW en de accijnsverlaging is tot 1 januari volgend jaar. En is dat zeker of kan dat nog herzien worden? Want stel dat de energieprijzen toch weer dalen later dit jaar. Wordt daar niet meer aan getornd? Daar wordt in principe niet meer aan getornd, nee. Hebben we dat vastgesteld met elkaar. Ik ga even zo rond. Dan zo meteen jij maar dat. Ja. Ik heb één vraag over de uitvoering. Het CPB was ook kritisch op het generieken van de maatregelen. Daar had RTL het ook al over. Maar is het ook uitvoeringstechnisch mogelijk om die BTW te verlagen en die accijnzen af te schaffen per 1 april al? Voorziet u daar geen problemen? Nou, je kunt nooit wat uitsluiten in het leven. Maar het is wel ook juist door natuurlijk gecheckt dat het uitvoeringstechnisch ook haalbaar is. Met heel veel kunst en vliegwerk moet het in principe gewoon gebeuren. Toen we het gisteren vroegen bij Financiën, bij uw ministerie, kregen wij de datum van 1 juli door en niet 1 april. Dus dat lijkt me wel heel snel eigenlijk. Dat klopt. 1 april is nu de datum en met heel veel checken en ook veel gesprekken die de staatssecretaris van Fiscaliteit hierover heeft gevoerd, is het mogelijk dat het per 1 april ingaat. Dank u. Nee, daar is het overgeslagen. Toch nog even een vraagje over generieke en gerichte maatregelen. U zegt, ik heb maar weinig knoppen om aan te draaien. Maar u had ook iets niet kunnen doen. Bijvoorbeeld een accijnsverlaging. En dat geld juist gebruiken voor die gerichte maatregelen. Waarom is daar niet voor gekozen? Als u zelf al zegt, ja, het is te weinig wat richting de lage inkomens gaat.
Nou, ik denk dat het goed is om te herhalen misschien wat ik heb gezegd. Dat we beseffen dat het over de hele linie voor Nederland, dat mensen een collectief welvaartsverlies zullen meemaken. En dat dit zware tijden zijn. En dat mensen natuurlijk met lage inkomens of die van een minimum bestaans financiering moeten rondkomen, dat dat heel zwaar is. En we erkennen natuurlijk ook dat dit niet alles kan compenseren. Het dempt. Dat is wat anders dan, denk ik, wat u stelt. Nou, dat denk ik eigenlijk niet, want mijn vraag is eigenlijk heel simpel. Als u die generieke maatregelen niet genomen had, dan had er toch heel veel geld overgebleven om gerichte maatregel, het compenseren voor mensen met een laag inkomen, om dat geld daarvoor te gebruiken. U had ook dingen niet kunnen doen. U zegt, ik heb maar weinig knoppen, maar u hoeft niet alle knoppen in te drukken, toch? Nee, het kabinet heeft hierover gesproken en we hebben de weging gemaakt. Dat is ook al eerder gesteld, ook door de premier en andere collega's. We wilden kijken wat we nog konden doen voor de lage en middeninkomens en wat er nog mogelijk was dit jaar. In de voorjaarsbesluitvorming gaan we natuurlijk kijken naar koopkracht van 2023. Dat is normaal gesproken het moment. Maar we zitten in zo'n uitzonderlijke, zware situatie al dat we hebben besloten nu iets ongebruikelijks te doen. En hier is daar is dit het besluit in. Ja, mijn vraag is eigenlijk, waarvoor heeft u er niet voor gekozen om minder maatregelen te nemen en die generieke achterwege te laten om toch gerichter op de mensen met de lage inkomens die tegemoet te komen? Want dat had u toch kunnen doen, of niet? We hebben de knoppen die we hebben, waar we aan konden draaien, die hebben we gebruikt. Daarom ziet u ook een verviervoudiging uiteindelijk van 200 euro per maand, 200 euro naar 800 euro voor de minima. En daarnaast is er natuurlijk nog de verlaging van de btw op de energierekening, waar iedereen inderdaad baat bij heeft. Daar heeft u gelijk in. Dat is natuurlijk niet zo gericht als je het wellicht zou hebben. Maar veel mensen die net boven het bestaansminimum werken en leven, die hebben ook baat bij de andere maatregelen. Daar is lang over gesproken en dit zijn de keuzes die we wel overwogen hebben gemaakt. Nogmaals, op een moment dat we nog leven met grotere onzekerheid, we niet weten hoeveel slechter het macro-economisch beeld zal worden op de korte tot midden termijn. En ook indachtig het feit dat we gewoon nu dit besluit wel wilden nemen. Toch, laatste vraag nog eventjes over die generieke maatregel op het verlagen van de btw. Want daarover hebben economen heel duidelijk gezegd, doe dat niet, want er zijn nog heel veel mensen die een vast contract hebben. En die gaan er gewoon echt op vooruit, in plaats van het dempen van de pijn. En dan nogmaals een vraag, waarom kies je er dan toch voor om dat te doen? Op het moment dat er over gewaarschuwd is, doe dat niet. Ja, we horen natuurlijk, ik begrijp uw vraag en ik respecteer ook ten zeerste alle kritiek en ook alle adviezen. Tegelijkertijd lees ik ook dat anderen bijvoorbeeld suggereren dat heel veel mensen, ook in de middeninkomensgroepen, juist heel grote moeite hebben om rond te komen. En dit is natuurlijk ook een manier om hen daarbij te helpen. Dit is een gebalanceerde keuze van de zijde van het kabinet. Reinhard Hoppenstein. Ja. Nou, regeren is vooruitzien en wat er ook onder enorme druk staat, zijn natuurlijk die graanprijzen en de voedselprijzen in de supermarkt. En als je het dan over generieke maatregelen hebt, zijn dat scenario's waar u ook over nadenkt voor, ja, misschien over een maand als een brood 5 euro kost, dat je prijsmaatregelen gaat nemen, dat je misschien daar wel generieke maatregelen op neemt. De benzine is nog bijna een luxe, behalve het koken thuis, maar direct voedsel lijkt me ook cruciaal. Daar wordt ook over gesproken. Ik kan daar geen specifiek antwoord op geven. Maar wat er belangrijk is, dat we op twee niveaus hier natuurlijk ook moeten nadenken. Sowieso de kosten van graan zal veel meer landen buiten West-Europa nog treffen. Veel grotere bevolkingsgroepen. Wat betekent dat voor mogelijke hongersnood, mogelijke ontheemding? En veel dichterbij, nu in eigen land natuurlijk ook. Hoe gaat inderdaad de prijs van een brood eruit zien? En kunnen mensen dat überhaupt nog betalen? Het voedselpakket, om het zo maar te noemen. Daar spreken we nu over en die elementen moeten we ook wegen. En vindt u het dan ook bijvoorbeeld het overwegen waard om iets soepeler naar onze boeren te zijn ten aanzien van stikstof? Zodat zij ook meer in de gelegenheid zijn om voor de nodige voorzieningen qua graan te voldoen? Ja, u verbindt. Het is goed dat u de vraag heel integraal wordt gesteld. Maar de komende dagen komt ook de minister voor Natuur en Stikstof naar buiten met haar beleidsbrief. En ik weet ook zeker dat zij
in zal gaan op de huidige situatie en wat mogelijke scenario's daarbij zijn. Maar het is iets meer een generieke zin waar we het kabinet natuurlijk nu over de volle breedte naar kijken. We moeten ook kijken bijvoorbeeld hoe de opvang van Oekraïnse vluchtelingen wordt geregeld. De financiering, toegang tot gezondheidszorg, toegang tot scholen. Er zijn veel kinderen die zijn meegekomen. Dat we dat humaan en ook goed organiseren voor hen. Dat vraagt ook gewoon heel veel financiering. En ik noemde bewust de nieuwe bestuursorgaan wat we tijdelijk hebben opgericht om daar alles met elkaar te bespreken en ook te komen tot de juiste oplossingen. Inclusief natuurlijk de financiering daarvoor. Reuters en dan AFP. Een onderdeel van de energiecrisis is ook dat Nederland probeert om onze dependence op Russisch gas af te laten nemen. Er zijn gesprekken met grootverbruikende bedrijven. Zijn daar al bedrijven die toezeggingen hebben gedaan dat ze echt gaan verminderen? Gaat het kabinet misschien anders mensen thuis vragen om de thermostaat wat lager te zetten? En zijn er ook andere plannen, bijvoorbeeld versnelde akkoord voor de ontginning van kleinere gasvelden of andere Noordzeevelden? Want wij begrijpen dat de juridische dingen rond de aanvraag nu dat heel erg vertragen. Ja, ik vrees dat u mij hierover vraagt. Mijn collega voor Klimaat en Energie, Rob Jetten, gaat maandag of dinsdag de Kamer samen met Hans Veilbrief informeren over de breedte in feite van uw vragen. Hoe gaan we zo snel mogelijk van Russisch gas af? Hoe geven we uitvoering aan het besluit wat deze week dinsdag door de Europese Commissie is aangekondigd? Wat betekent de huidige situatie voor leveringszekerheid? Wat zijn de risico's nu voor de kleinere energieleveranciers? Want die staan ook enorm onder druk. In andere landen zijn al een aantal bedrijven bijvoorbeeld failliet gegaan. Al die vragen zullen hopelijk beantwoord worden. Ik heb de brief nog niet gezien, moet ik eerlijk gezegd zeggen. Maar daar is de heer Jetten al een tijd mee bezig, samen met ook minister Adriaansen en staatssecretaris Veilbrief, om ervoor te zorgen dat we juist een echt plan hebben en dat we ook de leveringszekerheid en betaalbaarheid op een of andere manier voor Nederland weer op orde kunnen krijgen. Wordt er voor dat plan dan ook gekeken inderdaad naar de regelgeving rond het toestaan van nieuwe gasvelden? Zoals ik zei, u overvraagt mij. Dank u. Ik denk dat het echt een goede vraag is om aan minister Jetten te stellen, zodra hij zijn brief heeft gedeeld. De maatregelen gelden in principe tot 1 januari. Is er een mogelijkheid dat deze nog worden verlengd? Hè? BTW-accijns en de hulp voor de armere of de mensen met kleinere portemonnee voor de energieprijzen. Gelden allemaal tot 1 januari. Kunnen de maatregelen verlengd worden en wat zou de lat zijn om die te vervolgen? Het is op dit moment te ver in de toekomst. Zoals ik misschien al aangegeven, hadden we niet verwacht sowieso in deze situatie te zijn. Het is een heel ongebruikelijk besluit. En 1 januari is, vrees ik, op dit moment nog best wel ver weg, gelet op de ontwikkelingen in de oorlog en het economisch beeld. Ik kijk nog even rond of er nog. Oh ja, Frits Wester had nog een aanvullende vraag hierop. En dan kijk ik even of er nog andere onderwerpen zijn. Ik zie daar. Onder het onderwerp, oké. Okay. Ja. Even over de techniek als het mag. Normaal gesproken zo'n fiscale verandering moet met wetswijziging. Nou, dan zou je bij de datum van 1 juli wellicht uitgekomen zijn. Het kabinet versnelt het nu gezien de situatie. Hoe wordt het nou precies geregeld? Niet bij wetswijziging, maar. Ik zoek dat weer even op. Die ben ik eerlijk gezegd even vergeten. Het is niet bij wetswijziging, er is een speciaal besluit wat het kabinet kan nemen. Ik ben even de naam vergeten. Maar betekent dat wel dat het gaat moeten natuurlijk allemaal heel snel, in een paar weken, dat de Tweede en Eerste Kamer hierin hun normale rol kunnen vervullen? Ja, zoals ik zei, ik had gehoopt dat de staatssecretaris voor Fiscaliteit deze had beantwoord. Daar is een ordentelijk proces voor, maar het loopt via een andere weg, daar heeft u helemaal gelijk. Maar wel met de normale inspraak door het parlement? Ik kan er even op dit moment gewoon even geen antwoord op geven. Want die zouden misschien nog iets willen veranderen. Het is een ander type besluit, naar ik meen. Maar ik moet u het antwoord even schuldig blijven. Ja, Van Rij had dat gezegd. Ja, daar staatssecretaris Van Rij heeft dat toegelicht. Ja. Er komt een speciale brief. Ja. Mevrouw Kaag, een groep die de afgelopen week het gezicht werd van deze koopkrachtproblemen zijn de thuiszorgmedewerkers. Die zeiden ja, dan moeten wij van adres naar adres, maar dat kunnen we eigenlijk niet betalen. Want de tegemoetkoming die we krijgen in de reiskosten, ja, dat gaat niet meer met de huidige benzineprijzen. Kunt u uitleggen wat het huidige compensatiepakket nou bijvoorbeeld voor zo'n groep doet? Nou, ik kan niet
in de portemonnee van de mensen kijken die dit in het bijzonder betreft. Wat ik ook weet natuurlijk, en dat is misschien ook eerder de vraag, het is niet zo gericht dat per baancategorie mensen die zich veel meer moeten vervoeren voor hun werk inderdaad, dat de compensatie of in ieder geval de verlaging van de tarieven, dat het daar gigantisch in zal helpen. Nou, eigenlijk niks toch, als we al zien dat die 17 cent dat het niveau van vorige week is. Ik denk dat het heel moeilijk is voor veel mensen als je afhankelijk bent inderdaad van benzine voor je werk om alles te verwerken. Maar ik denk dat we daar als kabinet ook eerlijk over zijn. Wij binden hier zelf ook helemaal geen strik omheen. En ik zeg het nogmaals, dit is wat we hebben kunnen doen. En we zeggen dat met een soberheid, indachtig de moeilijke situatie waar mensen ook voor hun werk dan vaak zich in bevinden. Maar dit is wat er nog mogelijk was. Ja, nou hebben we in coronatijd heeft Nederland kennis gemaakt met de term weegmoment. Is dat iets wat u ook gaat toepassen hierin? Wat is het volgende moment waarop u gaat kijken, wat is de temperatuur van de koopkracht in Nederland en moeten we wellicht bijsturen hierop? Nou, op dit moment hebben we natuurlijk de middelen voor dit jaar uitzonderlijkerwijs ingezet. In augustus komen we nog een keertje terug natuurlijk. Maar verder kijken we nu ook al naar koopkracht 2023. Het moment natuurlijk, als je kijkt naar de CPB-doorrekening, zou je denken dat we er in 2023 weer beter voor staan. Maar daar durf ik, en denk velen met mij, absoluut niet van uit te gaan. Omdat we gewoon nog niet weten wat de gevolgen van de crisis in Oekraïne op het gebied van voedselprijzen, energieleveranties, maar überhaupt de ontwrichtende werking van oorlog op de economie ook. Maar dan zou het dus goed kunnen dat over 3 weken... Wat dat zou betekenen. Dat zou goed kunnen dat over 3 weken dus hier weer in dit zaaltje zitten dat er weer een pakket aangekondigd is. Dat lijkt me erg onwaarschijnlijk. Waarom? Omdat wij nu gaan beginnen aan de voorjaarsbesluitvorming. En zoals ik net zei, we hebben de middelen ingezet die we kunnen. Ik wil echt de verwachtingen ook temperen. Dat heeft de premier ook eerder gedaan. Dat er veel mogelijk was. En ook dit moment hebben we gelukkig kunnen bereiken. Maar nu moeten we echt verder te kijken hoe de begroting eruit zal zien. Wat de claims zijn die ook heel veel vakministers neerleggen in het kader van de kosten ten gevolge van de opvang van vluchtelingen. Wat het betekent op veel terreinen. Wat de neerslag zal zijn op de economie. Dus om te zeggen over 3 weken staan we hier weer, dat zou denk ik een verkeerd beeld zijn. Maar dat is wel een rauwe boodschap. En als we net al even concluderen dat het voor een flink aantal groepen eigenlijk niet zoveel doet, dit pakket. En we zien dat de prijs nog gaat stijgen. Het einde lijkt nog niet in zicht. En u zegt nu al, over 3 weken hoeft u niet te rekenen op nog een pakket. Ik zei dat het onwaarschijnlijk is, omdat het denk ik een hele moeilijke fase is waar we in zitten. En dat we ook vanuit de onzekerheid van de huidige en de toekomstige situatie, dat we heel, heel goed met elkaar in gesprek moeten gaan en om te kijken hoe we ervoor staan. En dat is niet elke 2 weken kunnen komen met een nieuwe aankondiging. Dat is een somber verhaal, maar dat is ook wel mijn plicht namens het kabinet om dat hier uit te dragen. Ja, nog 1 vraag. Zo'n accijnsverlaging op brandstof. Kan dat wel tijdelijk? Want dan krijg je straks misschien, laten we hopen in betere tijden, dat dan ineens het kwartje van Kaag er weer opkomt. Wat doet dat dan met Nederland? Ja, nou, we zitten in de euro, dus ik weet niet hoe dat zich gaat uitwerken. Ik ga niet vooruitlopen op dat soort situaties. Laten we eerst deze crisis goed managen en dan om te kijken hoe we de toekomst kunnen inrichten. Er zijn nog andere hele grote uitdagingen die ook Nederland raken. Niet alleen het gebied van veiligheid en de economie, maar ook de klimaatopgave en de noodzaak ook te investeren. Ik heb nog 3 vragen, ook over andere onderwerpen. 4 vragen. AD, Telegraaf. Was dit over dit onderwerp? Nou, we maken een bruggetje naar de verkiezingen. Hij is nog niet gesteld, dus ik zal hem maar even stellen. De verkiezingen komen eraan. En het moment van de aankondiging van deze maatregelen komt misschien wel gunstig uit. Dus er mogen zijn geluiden die we horen. Wat zegt u tegen die mensen die dat opperen? Nou, ik denk dat het goed is dat wij al een paar weken natuurlijk gekeken hebben naar de ontwikkelingen. Iedereen maakt zich al tijden zorgen over de prijsontwikkeling, de hoge inflatie.
De laatste twee weken is daar ook nog de oorlog in Oekraïne bovenop gekomen. En al die periode hebben wij gezegd, we kunnen pas weer kijken naar zodra we de cijfers van het Centraal Planbureau hebben. Dat is een moment om meer inzichtelijk te hebben. Intussen hebben we natuurlijk ook gezien en gevoeld en gehoord in gesprekken met mensen hoe hoog de druk op velen is. En dus hebben we dit uitzonderlijke moment genomen. Ik kan me ook voorstellen als we helemaal niets hadden gedaan, dat dan de roep zou zijn dat er niet gehandeld wordt. Dus ik denk dat we hebben kunnen handelen op het moment dat gepast was. En we hebben dat al weken benoemd. Toen ik zelf bijvoorbeeld ook het debat over de startnota voerde in de Tweede Kamer, vonden sommigen dat we niet op de CPB-doorrekening moesten wachten. Dus het hangt er vanaf. Ik denk dat wij ons aan onze eigen bekende schema hebben gehouden, maar wel snel hebben kunnen handelen zodra het kon, op basis van de doorrekening van het Centraal Planbureau. Want dat blijft ook belangrijk. U heeft helemaal gelijk in als u zegt dat u de hele tijd gezegd heeft, we moeten op 9 maart wachten tot de doorrekening van het Centraal Planbureau bekend is. Maar daar kwam ook altijd zo'n zinnetje achteraan. En dan gaan we bij de voorjaarsnota gaan we kijken of we maatregelen kunnen nemen. Maar dat zinnetje is wel heel snel weggevallen. Omdat natuurlijk sindsdien is Oekraïne ingevallen door de Russen, hebben we te maken met een oorlog op het Europees continent. Zijn de energie, de gasprijzen met name, zijn enorm gestegen. En zien we nu door alles wat er acuut gebeurt, dat het noodzakelijk was om nog sneller te handelen. En ik denk dat we al vaak ook hebben gezegd, een ander zinnetje. Ik heb niet alleen twee zinnen in mijn vocabulaire. Nood breekt wet. Ja. Telegraaf. Je hebt nog wat collega's die... Telegraaf. Ja, mevrouw Kaag, ik vroeg me af of u achteraf bezien er geen spijt van hebt dat u afgelopen dinsdag naar Maastricht bent gegaan voor een Europa-speech en naar België voor een zwerfafvalproject in plaats van u beschikbaar te houden voor het vragenuurtje. Nou, goede vraag. Ik kan natuurlijk alleen maar nogmaals toelichten, sorry hoor. Ik drink bijna nooit water, moet ik dus ook niet meer doen. Ik kan alleen nogmaals toelichten hoe het is gegaan. Afgelopen dinsdag stond er inderdaad in mijn agenda een werkbezoek gepland en een toespraak op de Universiteit van Maastricht. Die was gericht op vooral het Stabiliteits- en Groeipact, Europa, hoe Nederland vanuit financiën die discussie wil voeren. En ten dele ook op basis van een brief die ik de Kamer had toegezegd over het Stabiliteits- en Groeipact, onder andere. Vooraf had ik niet kunnen voorzien dat dit tot problemen zou leiden. En naar de aanloop naar dinsdag waren er ook geen mondelinge vragen aan mij gesteld. En op dinsdag zelf hoorde ik dat Kamerleden wilden dat ik vragen zou beantwoorden die aan de minister-president waren gesteld. Als ik in Den Haag was geweest, was ik uiteraard teruggekeerd, maar het was al te laat. Ik stond geloof ik op dat moment braaf mijn verhaal voor de studenten te houden. En ik ben blij dat de minister-president later die dag ook gewoon de vragen heeft kunnen beantwoorden die aan hem waren gesteld. Ja, en als je zegt, hoe kijk je er dan op terug, als dat ook de vraag is? Ja, het is gelopen zoals het gelopen is, maar ik zal natuurlijk nog extra scherp erop blijven. Ik vind het wel jammer dat natuurlijk de discussie die over koopkracht en de economische zorgen die we met z'n allen voelen, eigenlijk werd overschaduwd door mijn aanwezigheid voor de beantwoording van vragen gesteld aan de minister-president. Maar ik denk dat wij allen, ik ook, zullen er nog alerter op zijn. Het is wel zo dat ik mij 2 weken geleden al had afgemeld. En zoals ik zei, op dinsdagochtend was er geen vraag aan mij gesteld. De voorzitter van de Tweede Kamer, Vera Bergkamp, heeft hierover een brief gestuurd naar alle bewindspersonen, waarin ze de spelregels nog een keertje uitlegt. En daarin staat toch dat bewindspersonen zich in principe gewoon op dinsdag beschikbaar moeten houden voor het vragenuurtje. En u stelde aanvankelijk van ja, maar ik was ook op buitenlands werkbezoek en dat is een van de uitzonderingsregels. Maar als we de brief van mevrouw Bergkamp lezen, dan staat er dat het gaat om onvermijdelijke buitenlandse bezoeken. Hè? Net zoals Europese toppen. Had u dan niet gewoon in Nederland moeten zijn? Had u niet beschikbaar moeten zijn voor het vragenuurtje? Nou, zoals ik zei, ik was in de veronderstelling dat ik met mijn afmelding aan de regels had voldaan. En ik zal er gewoon nog alerter op zijn. Ik denk mijn collega-ministers ook. Ja. Dus had u er, als ik de brief van Bergkamp lees, naast u had beschikbaar moeten zijn? Zoals ik zei, ik was in de veronderstelling naar iedereen geweten dat ik mij
netjes aan het proces had gehouden en ik zal er nog alerter op zijn. Ja, want u heeft de brief gelezen? Zeker, van zat in mijn avondmap. Ja, oké. Okay. Maar hoe komt u dan tot dezelfde conclusie als mevrouw Bergkamp eigenlijk, dat u beschikbaar had moeten zijn voor het vragenuurtje? Zoals ik zei, naar iedereen geweten, voor deze week dinsdag, ik had mij al 2 weken daarvoor afgemeld. Er was geen vraag aan mij gesteld. En ik zat al in Maastricht, maar ik dacht dat ik had gehandeld conform de verwachtingen. En ik zal er nog alerter op zijn. Ja, laatste vraag hierover hoor. Maar zouden we het in de toekomst anders aanpakken? Zou je dat niet meer doen op zo'n dinsdag? Ja, volgens mij val ik in herhaling. Ik heb gewoon gezegd dat ik er nog scherper op zal zijn. En al mijn collega-ministers ook. En ik denk dat dat goed is. Maar anticiperen of een vraag die niet aan mij gesteld is, toch bij mij belandt. Ik denk dat ik dat nooit kan voorkomen. Kamers, vooral de oppositie, heeft het mond vol over een nieuwe politieke bestuurscultuur en weet ik wat allemaal, en omgangsvormen. Vindt u niet dat de Tweede Kamer in dat licht, vooral de oppositie, ook niet zo'n enorm politiek nummer moet maken van het feit dat iemand even in zijn agenda niet zelf de plekken daar kan zijn bij het vragenuur en dat zelfs de premier het nog overneemt? Hoort dat ook niet een beetje bij de politieke nieuwe cultuur over en weer? Maakt niet zo'n politiek nummer van zoiets? Dat is niet aan mij. Wij leggen verantwoording af aan de Tweede Kamer. En verder was de premier in Den Haag en de vraag was aan hem gesteld. Maar dat is niet aan de orde. Ik denk dat het gewoon belangrijk is dat ik zelf nog alerter ben op wat er verwacht wordt. En dat ik bij wijze van spreken voor alle gevallen maar in Den Haag ben op dinsdag. Lijkt me het makkelijkst. Nou, we gaan nu naar AD. Volgens mij hebben we dit voldoende besproken. Mevrouw Kaag, kunt u uitleggen waarom Nederland de leiding neemt in het verzet tegen een Oekraïns EU-lidmaatschap? Nou, ik geloof niet dat ik die vraag zo herken. Ik denk dat de premier duidelijk heeft aangegeven dat wij natuurlijk, en dat doen we al, dat Nederland vanaf het eerste uur Oekraïne steunt, politiek, militair, humanitair. Ik heb zelf ook bijvoorbeeld een leninggarantie afgegeven via de Wereldbank. Minister Schreinemacher heeft ontzettend veel gedaan op het humanitaire vlak. Steun verdubbeld. U heeft dat ook gezien bij de actie voor Oekraïne, actie 555. Militair minister Ollongren en natuurlijk minister Hoekstra reist de wereld af. Zit bij alle gesprekken om echt vorm en leiding te geven aan de rol van Nederland. En we zijn ook echt voortrekker op het gebied van sancties, bij alle sanctiepakketten. En daar gaan we ook op door. En ik zelf doe dat vanuit financieel terrein. Maar dan de vraag inderdaad van Oekraïne. Oekraïne verdient onze volledige steun. Wij leggen als kabinet de focus op wat we nu al kunnen betekenen. En ik denk dat de premier goed heeft gesteld dat een lidmaatschap is iets van een veeljaren termijn. Maar de Raad heeft nu ook versneld het verzoek om lidmaatschap van Oekraïne doorgeleid. En dan zal ook de commissie daarnaar kijken. Maar de lidmaatschapsaanvraag op zich is een proces van jaren. En er zijn veel landen overigens die zeggen, misschien is dat nu niet helemaal aan de orde. Laten we kijken hoe we de relatie, de betrekking, zoals premier Rutte ook heeft gezegd, kunnen verdiepen via het associatieverdrag, via het vrijhandelsakkoord. En Nederland geeft leiding aan die landen. Die zoekt ze bij elkaar om dat verzet op te tuigen, kennelijk. Althans, dat is een verhaal wat gisteravond in Politico tot ons kwam. Ja, maar ik denk dat het goed is om juist te zien dat wij zowel vanaf het eerste uur constructieve steun geven aan Oekraïne op alle manieren. En dat we natuurlijk ook zeggen, Oekraïne hoort bij de Europese familie. En wat kunnen we nog meer doen in concrete zin voor een land dat in oorlog is, nu op het gebied van handel, op het associatieverdrag. En ja, we kijken ook hoe de commissie reageert op de lidmaatschapsaanvraag. En dat is wel een proces van jaren. Ik denk dat wij niet voorstander zijn van het geven wellicht van een beeld alsof een lidmaatschapsaanvraag betekent dat je volgend jaar lid bent. Dus het is iets waar Nederland absoluut niet alleen in staat. Er zijn veel landen die ook diezelfde nuchtere, maar wel pragmatische benadering zoeken. Er is ook een Kamerlid, volgens mij u wel bekend, van D66. Die zegt eigenlijk van Nederland moet daar niet enorm lopen tegen te stribbelen en leiding aan geven. Wat vindt u daarvan? Nou, ik heb denk ik net namens het kabinet gesproken. En de Tweede Kamer is de Tweede Kamer. En ik spreek hier niet voor mijn partij als partijleider. Nee, dus u bent het niet met hem eens? Ik spreek hier namens het kabinet en dit is onze positie. En dat concludeer ik dan.
Dat is uw conclusie. Ik heb volgens mij gezegd wat wij volgens doen. Volgens mij komen we sowieso naar een conclusie van dit. Dus goed weekend allemaal. Tot ziens. Oh, er zit nog één vraag. Oké. Okay. ZDF. Gerelateerd over de sancties. Die aanpak van trustkantoren die in de maak is. Hoe specifiek moet ik me die aanpak voorstellen? Wat heeft u daar vooral voor ogen van de Nederlandse kant? Nou ja, zoals u weet zijn wij al een paar weken bezig in overleg op alle niveaus met de commissie om ervoor te zorgen dat trustkantoren dat die ook op de sanctielijst kunnen komen. Diegenen die dus Russische oligarchen bemiddelen. Maar het is best wel complex, want het is moeilijk om erachter te komen wie allemaal achter die kantoortjes zitten, om het zo maar te zeggen, wie de klanten zijn. De Europese Commissie overdenkt nog ons urgente verzoek. U weet dat naast Nederland, Malta, Luxemburg, en Cyprus en Ierland eigenlijk de landen zijn die het meest daar mogelijkerwijs een rol in hebben, onbedoeld. En als we het hebben over effectiviteit van sancties, moet je er ook voor zorgen dat juist ook de trustkantoren niet worden vergeten. Anders bieden ze een hele stille uitweg. De details kan ik nog niet veel over zeggen, omdat we nog in onderhandeling zijn met de commissie. En dat hangt er heel erg van af. Maar wij willen liefst op Europees niveau een besluit, omdat we dan veel sneller zijn en veel effectiever. Maar in de tussentijd, zoals u wellicht ook weet, zijn we al begonnen op het ministerie van Financiën met de uitwerking van spoedwetgeving. Omdat we het niet alleen aan Brussel kunnen en willen overlaten. Omdat er maar weinig landen in de Europese Unie zijn die trustkantoren hebben. En het kan niet zo zijn dat Nederland op alle terreinen effectief is met sancties en dat wij dan ergens een achterdeur openlaten. Dat willen wij natuurlijk niet meemaken. En wat moet ik me eronder voorstellen? Dat dan trustkantoren helemaal in de ban worden gedaan of Russische klanten? Of hoe ziet dat specifiek eruit? Natuurlijk, dit gaat niet om mensen met de Russische nationaliteit. Het gaat om mensen die verbonden zijn met het regime, Poetin, de kliek daaromheen en die direct of indirect dus bijvoorbeeld de oorlogsmachine zouden kunnen financieren. Je moet wel heel specifiek zijn en dat is ten dele ook natuurlijk de moeilijkheidsgraad die dit betreft. Dank u wel. Goed weekend. Veel dank.